Welkom! Dit is de introductiefilm voor het Harige Monsterspel. Benieuwd waar de naam Harige Monsters vandaan komt of heb je behoefte aan meer informatie over de vier factoren en hun samenhang? Lees dan de publicatie Dynamisch Balanceren. Lees ook de handleiding zorgvuldig voor meer informatie en tips voor de Game Master en op welke manieren je het spel nog meer in kan zetten. Harige Monsters is voor iedereen die werkt aan een opgave in het publieke domein: van ambtenaren tot inwoners, van bestuurders tot raden. In het spel gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen: welk leiderschap vraagt de opgave waar jij waarschijnlijk met anderen aan werkt? En wie kan dit leiderschap het beste tonen? Aan het einde van het spel heeft iedereen in beeld welke acties nu nodig zijn om een stap dichter bij de stip op de horizon te komen. Maatschappelijke opgaven zijn nooit de verantwoordelijkheid van maar één persoon of van maar één organisatie. Voor het succesvol oppakken van die opgaven heb je anderen nodig, die verantwoordelijkheid nemen voor hun bijdrage aan het geheel. Wat betekent dat concreet? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om vier verschillende factoren waar te nemen. De vragen in dit spel komen overeen met deze vier factoren. De eerste factor, de persoon, gaat over wat jij en anderen nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan de bestemming die voor jullie ligt. De tweede factor, de bestemming, zijn vragen die gaan over hoe die gewenste toekomst eruit ziet, waar jij en wij aan bij willen dragen. Die gewenste toekomst is dat wat je over maanden of jaren wilt bereiken. En komende week of direct al na het spelen van het harige monsterspel. De derde factor, het collectief, gaat onder andere over de vragen: hoe maken we van alle ikjes een wij? Hoe werken betrokkenen samen? Welke samenwerkingsafspraken zijn er? En waar mag men het over oneens zijn? En de laatste factor, het landschap. Gaat over welke ontwikkelingen, op afstand of verder in de tijd, deze opgave beïnvloeden. Dit kunnen ook ontwikkelingen op korte termijn zijn of aspecten in het hier en nu die zorgen voor verstoring. Oké, okay, laten we beginnen. Stel elkaar de juiste vragen en breng jullie harige monsters in kaart. Het spel telt drie rondes. In de eerste ronde beschrijven we de casus. Daarna onderzoeken we in ronde 2 de verschillende perspectieven. En in ronde 3 worden de opbrengsten omgezet in concrete actiepunten. Een van de spelers pakt de rol van Game Master en bereidt zich voor door de handleiding door te nemen en de casus te delen met de spelers of de spelers na te laten denken over een casus. De Game Master legt de materialen voor het monster klaar op tafel. Leest bij aanvang van het spel de introductie, het speldoel en de opbouw voor. En licht de verschillende spelkaarten toe. Tijdens het spelen bewaakt de Game Master de tijd of vraagt een ander om de tijd te bewaken. Laten we gaan spelen. Ronde 1. In deze ronde scheppen we het klimaat. We beginnen met een opwarmertje. De speler die als laatste binnenkwam. Pakt uit de stapel met monsterkoppen één kaart en leest deze voor. Leg de monsterkop midden op tafel. Dit is de start van jullie monster. Voer met z'n allen de opdracht op de kaart uit in maximaal 6 minuten. Dan gaan we nu echt beginnen. Degene aan tafel met de meeste haren mag de kaas schetsen. Waar gaat het vandaag om? Waarom is deze situatie het bespreken waard? En waarom zitten wij hiervoor aan tafel? Maak de casus zo klein en zo concreet mogelijk. Ronde 2: QA. In deze ronde krijgt het monster zijn belichaming. Iedere speler heeft vijf monsterharen kaarten in zijn hand en zorgt dat hij steeds aanvult tot vijf monsterharen kaarten. Daarnaast heeft iedere speler drie interventiekaarten, vijf supportfiches en twee discussiefiches. De spelers zijn één voor één aan de beurt. De speler links van de game master begint. De speler aan de beurt kiest één van de vijf monsterharenkaarten uit zijn hand, leest de vraag voor en geeft de kaart aan een speler naar keuze. Dit is te beantwoorden. De beantwoorder beantwoorde geeft antwoord op de vraag en legt de kaart met de haren naar boven aan bij het harige monster. De speler links naast de beantwoorden noteert de vraag en het belangrijkste inzicht op een notitiekaart en legt deze naast het monster. De andere spelers luisteren en mogen doorvragen. Optioneel zijn er tijdens ronde 2 nog drie andere acties mogelijk. Optie 1. Wanneer de beantwoorder is uitgesproken, vraagt de Game Master of er spelers zijn die een discussie willen openen. Wanneer een speler dit wil, legt hij één van zijn discussiefiches op de notitiekaart. De speler kan er ook voor kiezen om de discussie te parkeren voor na het spel. Hij noteert dit op de notitiekaart. Dit kost geen fiche. Optie 2. Het is ook mogelijk wanneer een speler het gegeven antwoord goed vindt. Kan hij het steunen door één of meerdere van zijn supportfiches op de notitiekaart te leggen en te vertellen welk element hij of zij er goed aan vindt? Dit mag altijd, ook achteraf nog. Optie 3 Bij aanvang hebben alle spelers drie interventiekaarten gekregen. De speler mag hiervan één interventie uitkiezen en deze op een eigen gekozen moment inzetten wanneer hij of zij de opdracht relevant acht. Dit is niet verplicht, deze opdracht wordt gezamenlijk gedaan en nadat de interventie is voltooid mag deze worden aangelegd aan het harige monster. Ronde 3, wrap-up. In deze ronde zetten we dat wat we in de vorige rondes hebben besproken om in concrete actiepunten. De Game Master geeft aan dat dit de laatste kans is voor de spelers om hun discussie en supportfiches in te zetten. Voer stap 1, 2 en 3 van de monsterpoten gezamenlijk uit. Gebruik de actiekaarten om acties te noteren. Leg alle notitie en actiekaarten overzichtelijk bij elkaar en leg het geheel vast door een foto te maken. Bepaal aan de hand van de actiekaarten wie wat gaat doen en wanneer jullie daarop terugkomen. Veel plezier!